prachtig mooi werk. Prachtig mooi werk. Je beleeft van alles. Leuke dingen, minder leuke dingen. Je bent een beetje psycholoog, je bent een beetje sociaal werker. En ja, je beleeft van alles, je beleeft van alles. Junior doe ik het nou zo'n beetje. Ja. En het is, ja. Ik ben toen mijn arm kwijtraakt en dan, ja, dan zit thuis hoe daar en ik hier ben en dan bracht ik die naar de squallen. En dan nam ik een bakje koffie in het café en toen zei die café-eigenaar op een gegeven moment in de mij van, ik kan nooit mijn mensen kwijt dat ik muziek had, die is in zijn protte muziek. Café de Smalle Brug besteedt nog niet meer. Maar er woont net een taxi komen uitgehaald in die tijd. Nou, dus ik die sneur niet ons rijden. En dan zeiden ze, klaar jongen, dit bevalt u zo best. Of je niet nog een week bellen. Ja, ik zei bellen maar, dat vind je echt wel leuk. Dat, dus zo is het eigenlijk geboren. Ja, en toen ik ben de kwaadste keer neer van de ILT, Inspectie Leefomgeving en Transport, hier dat je in de burg. Toen kwam meneer Herdehof, de inspecteur, en die zei, Bill, je bent aan het snorren. Ik zei, oh, wist ik veel wat snorren weer. Dat, maar dat wie dus illegaal taxi rijden. Nou, ik zei, zeg maar wat ik daar moest. Nou ja, hij zei, dan moest een vakbekwaamheidsdiploma proberen te krijgen en dan moest taxi rijden. Oh yeah. One more time. Vorige week ging ik er nog in en die moest naar Wammelstadion, jongens. Nou, ik ging er een cd'tje in van Clean Clearwater. Nou, die wie drummer en zanger, nou, hij raasde in die auto om, was het net weten, maar die jongen ging zo willen. En zijn kameraad, die kwam hem zuur. Ik zei, laat die jongen lekker uit zijn dagen. Ja. Nou, denk ik niet heel gek. En natuurlijk, ja, ik was minder leuke dingen in de auto, ja. Ik ben er 8 man, niemand kon slaan een keer. Ik had een pistool op mijn kop hangen, ik had een mes op mijn keel hangen. Nou, dat is al heel goed aan. Nou, dan op dat moment kist hij mij omgaan. Maar ja, op een gegeven moment... toen die man eruit weer, dan zit de trilling aan zijn beleid in de auto. Maar ja, goed, ja, dat had er wel een beetje bij. Die arm. Ja, ik ging toen een eigen bedrijfje, samen met nog een. En last bedrijfje. En op een moment ik hier last van mijn arm en ik naar de dokter nou, hij zei, Bill, even een spierontspannend middel erin, dan is het om 12 uur is de weer over. Maar 2 uur later, ik stie op een kop. En ze konden niks vinden, toen zeiden ze mij van, wat was die? Je bleef af naar huis. Nou, ik zei in mijn huis sturen en dan ga ik me voor de trein. Dus toen ben ik ziekenhuisbleun en toen om mijn oren zien, toen was het hele schouder blauw, al je bloed uitstrakt. En toen begon de alarmbellen te rinkelen. En toen bleek ik dat ik die streptokokkenbacterie, en dat is een vleesetende bacterie. En nou ja, zei maar, toen gaan ze maar 8 uur week bij de huisarts en hoorde dat ze maar 8 uur. Toen hingen ze me opereerd. Ik ben net alleen in mijn arm kwijt, maar ook mijn schouder. Daar had ik een prothese, want dan, nou ja, dan liep het nog een beetje netjes. Niks wijs en niks liekje, dat kan ik niet. En ik bedoel, dat ik in een zwembroek omstap, nou ja, dat is aan die kant trekken, ben ik een rinnende speerrib. Nou ja, dat is echt zo. Ik bedoel, het schudt er net uit, maar ja. De kevel erin zitten gaan, het helpt niks. Nee, het is nog niet zo. Ik had het zelf ook net verkozen. Dat, ja, streptokokkenbacterie, ik ben hier van de eerste in Nederland. Dan steekt je wereld even behoorlijk op de kop. Maar in je jaren valt dan soms niet eens op. Nee, maar ik heb in een hele loopbaan, had ik 1 keer op station in een hoorn. En mevrouw, u heeft maar 1 arm. Ik zei, ja mevrouw. Oh, dan ga ik toch liever met een andere taxi mee. Nou, prima. Dat kan ik me ook wel een beetje voorstellen, want ik zit ook wel eens bij je in een auto. Dan denk ik, god, die 2 handen aan sturen. Nou, wel het. Geef je even, nou ja, weet ik hoe daar nog wel eens wat centen proberen te verdienen hier op station. Dit is een uitvalbasis, zeg maar, zei ze. En dan sneuren de jongens, vrij die jongens, toonsen die jongens. Dan steken we op het zeiland. Collega's. Nou, dan kunnen we het gelukkig goed maar vinden. Ja, dat moesten we nou zo leren, maar ja, doe maar. We drinken al niet meer. Maar ja, we gaan nou voor de keers in Holland, dat moet ik een paar zonder zoer blijven, toch? Alleen ik rook wel wat te vallen. Nou, dan mag je in de auto net roken. Maar ja, daar hebben we spuitbusjes voor. Omdat de verdoezeling en mijn sok waren, dan kun je mooi boeten doorstaan. Dat, Nou, goeie. Alles goed? Nou ja, we komen er even gewoon uit. Ja, drukte hier? Nee, ja, taxi doen, die hier kan rijden. Ik hang hem altijd op. Nee, die hoort, die had die middels bij me. Dat ben ik mensen hoestje als er eigenlijk goed zonder hoort. En we worden wat keeler, dus dat valt dan ook niet meer op. En ik ga wel toch, ik moet maar een toepetje houden. Maar ja, ik ga al een kunstgebied, ik ga al een kunstkoud en dan heb ik een toepetje. Dan val ik haast uit elkaar, dan word ik een bouwpakket.